Zou ik het proberen zonder micro? Liever met, achteruit. Oké, met. Goedenavond allemaal. Dankjewel professor voor de inleiding. Hij heeft de lat wel een beetje hoog gelegd, vind ik. En dan, hij had niet gezien dat er daar een foto met een kravat. Een heel slechte foto, als je het aan mij vraagt. Maar ik ben eigenlijk op mijn beurt bijzonder blij met dit initiatief. Want ik denk dat na decennia dat het debat over de sociale zekerheid een wending heeft genomen de laatste jaren die we niet meer verwacht hadden. Ik toch niet. Ik ben al lang bezig met sociale zekerheid. Ik geef les over de sociale zekerheid in Hasselt. Dat was de verwijzing van de professor naar mijn activiteit in Limburg. En ik ga in drie kwartier, ik ga mij aan de tijd houden, in drie kwartier. Wat eigenlijk veel te kort is voor wat er nu aan het gebeuren is in de sociale zekerheid, maar probeer toch een aantal essentiële punten mee te geven. Ik ga in het begin een keer terugkijken naar wat het is geworden. En dan het langste stuk eigenlijk naar wat er volgens mij allemaal nu op de agenda staat rond de sociale zekerheid voor de toekomst. Wacht, hè. De vorige slide. Als er belangrijke dingen gebeuren in de wereld, en ik moet ergens een presentatie geven, draag mij ook altijd af, wat is er die dag nog gebeurd? Dat is een uittreksel uit een agenda van een soldaat van 28 december, want dat is eigenlijk de clue van die foto, 28 december 1944. En 28, dus hij schrijft van ja, we zijn bezig in Koblenz, hè, en er is eigenlijk in ondersteuning van de grondtroepen, dat is allemaal niet waarom dat ik het toon, 28 december 1944 is de besluitwet gestemd in België die de verplichte verzekering inluidde. 28 december 1944. Dus het ding waar dat we het over gaan hebben vanavond bestaat 73 jaar, dit jaar na Kerstmis. Het is opmerkelijk dat eigenlijk in een periode is, als ik dat zeg aan mijn studenten, die denken, ja, maar het is toch oorlog in die periode, hè? 40, 45. Dat is een opmerkelijke periode. Het opmerkelijke was eigenlijk dat de politici van een paar partijen met de werkgevers en de werknemers gesproken hadden tijdens de oorlog voor een sociaal beschermingsstatuut. Een verplichte verzekering. En eigenlijk was dat een uitloper van 1929. En 1929 zijn de beurzen en de financiële markten in elkaar gestuikt en er was geen bescherming. Toen wereldwijd stonden mensen in de rij om voedselbonnen te krijgen. En wereldwijd zie je dat de discussie over het stichten van een verplichte verzekering in sociale zekerheid plaats heeft. Halfweg de jaren 30 in Amerika heeft er een kandidaat-president er zijn nek over opgebroken. Omdat de discussie toen was, en dat is de reden waarom ik dat vertel, zal het zo zijn dat als we een verplichte verzekering doen en de werkgevers moeten eigenlijk een % bijbetalen op de lonen om mensen te beschermen, zal de economie daarvan afzien. Dat was het grote discours. 29 crasht de beurs, ze beginnen daarover te discussiëren en 15 jaar aan een stuk was dat de discussie. Werkgevers en bedrijven, vooral de grote bedrijven, die zeiden, weet je, als wij gaan moeten bijbetalen om mensen te verzekeren, de economie gaat daar schade van ondervinden, like zot. Hier in, het is een redelijk West-Vlaams gebeuren, het stichter van die sociale zekerheid in 28 december 1944, Achille van Akker uit Brugge, Bekaert, familie Bekaert van, als werkgever die mee de gesprekken voert. 73 jaar bestaat, doe maar. Dus Connor gaat de slides duwen, dus als ik af en toe rare bewegingen maken of met iets gooien, maar dan ook, als het niet rap genoeg gaat. 9 oplossingen voor onze sociale zekerheid. Dat is de aankondiging van wat we vanavond gaan doen. En doe maar zo'n Connor. Doet hij het niet? En 9 oplossingen. Ik heb eigenlijk in mijn tweede deel, als ik ga over de toekomst spreken, heb ik ook met 9 vragen gewerkt. Maar ik ga eerst dus redelijk snel op het volgende doorgaan. We zijn 2017, bestaat 73 jaar en we zijn eigenlijk op het punt gekomen dat we onszelf enorm hard overtuigd hebben van het feit dat het systeem niet gaat overleven. Dat is een raar gegeven, hè?
zoals de professor het inleidde, een basissysteem van nationale solidariteit die eigenlijk zijn gelijke niet kent in de wereld. En we zijn al jaren onszelf aan het overtuigen dat het onhoudbaar is. En dat is eigenlijk over die 73 jaar wat ik even wil tonen. Bijvoorbeeld in 2014 in de verkiezingen. En je krijgt dan altijd onderzoeken en peilingen. Hè. Kranten doen zeer wetenschappelijke peilingen tijdens verkiezingen. En krijgt die dan in de krant gepubliceerd. Als ik slechte dingen ga zeggen over de gazetten, heb je mij verkeerd begrepen. Hè. Als je denkt dat ik iets verkeerd zeg over de media, heb je mij niet goed verstaan. Hè. Dus wat kwam er tijdens de verkiezingen daarover? En voor mij zegt dit, die ene slide, alles over de toestand waar we nu in zitten. Bijna driekwart van de Vlamingen stemde in met de stelling: ik ben bezorgd over het feit dat de volgende generatie het minder goed zal hebben dan ikzelf. 3 op de 4 Vlamingen denken dat. 2014, 6 jaar na de bankencrisis. Een net iets kleiner deel, ik heb dat onderlijnd, wat is 7 op de 10, vreest dat de sociale zekerheid op termijn onbetaalbaar zal zijn. Het is niet moeilijk dat ze dat vrezen. Dat staat elke week 2 of 3 keer in de krant. En als het nog even kan, ook op tv. Het is onbetaalbaar. Het is onhoudbaar. Hè? Dat is volgens 68% van de ondervraagden te wijten aan de buitenlanders die niet genoeg meebetalen. Dat is de grootste onzin dat er al over de sociale zekerheid verteld is. En bijna heel Vlaanderen denkt dat. Wil dat zeggen dat ik vind dat er geen probleem is met de vraag of dat als mensen naar hier komen en niet bijgedragen hebben recht te krijgen? Ja, natuurlijk. Er zijn daar wezenlijke discussies mee. Maar als de Vlamingen, die 73 jaar aan het bijdragen zijn voor een beschermingssysteem, echt geloven dat migratie de oorzaak is dat we moeten klappen over de betaalbaarheid, dat is je reinste nonsens. Laat terugkomen op een stuk dat vorige week in de Standaard stond over de bijstand. Die ook deel is van de sociale zekerheid. Het grootste deel pleit voor meer verdraagzaamheid. Dat stond ook in die studies, in de verkiezingen. Het is een raar, hè? Het is allemaal niet meer houdbaar, het is de schuld van de buitenlanders. Maar we moeten verdraagzamer zijn. Dat is zo de stand van de Vlaming op vandaag. Hè? Maar als dat gaat over solidariteit, is dat een immens probleem. Dus ik ga niet wegsteken dat ik op dit moment... Ik wil het woord pessimistisch niet gebruiken, of negatief, of wat dan ook. Maar ik maak me wel grote zorgen over deze debatten, als ik zie wat dat we allemaal aan het beslissen zijn over de sociale zekerheid. Maar dit hier, hè, 70% vindt dat we meer moeten doen om migratie te beperken. Het is de kern van onze politiek geworden. We zijn de een na het andere voorstel, vorig weekend nog de huwelijkscoëfficiënt moet weg. En dat was een aanval op allochtone gezinnen. Ik had mijn zinnen kort maken, want ik heb maar 45 minuten, dus niet families met een allochtone origine, maar allochtone gezin. Die aanval kwam niet van de N-VA en niet van het Vlaams Blok, sorry, belang, maar van de VLD. Altijd op datzelfde. In Nederland hebben ze een regeerakkoord geschreven daarop. In Nederland zitten ze met dezelfde statistieken. Het is onhoudbaar, het is de schuld van de vreemdelingen en we moeten verdraagzaam zijn. Een zeer, zeer moeilijke leven. In die 73 jaar werk die situatie niet gehad. Dat was 2014 met de verkiezingen. Het gevolg, de samenstelling van de regeringen en het regeerakkoord reflecteren ook dat sentiment. We willen wel verdraagzamer zijn. Als er een rode neuze actie is, gaan we zeggen, kom, we gaan allemaal een keer goed meedoen. Maar solidariteit, hoor maar. Hè? Dat is eigenlijk het probleem. Daarom dat ik zeg, ik maak mij grote zorgen. Dit is niet waarom dat we het gedaan hebben en zo wordt dat moeilijk. Doe maar naar de volgende kolder. De bijstand. Vorige week stond er... Ik ga af en toe mijn snelheid een keer bekijken, want ik ben een politicus. Ik heb de neiging om veel te lang te babbelen. Vorige week stond er een stuk in de Standaard dat zei, de bijstand wordt onbetaalbaar. En dan stond er in de ondertitel van de leefloners, 70% heeft allochtone roots. Dus als je gewoon keek naar die krant, de bijstand wordt onbetaalbaar door de vreemdelingen, stond er daarin. De Standaard, ik heb een aantal journalisten daarover, een beetje, maar heel vriendelijk, ik ben altijd zeer vriendelijk met journalisten daarover gebabbeld. En die zeiden, ja, maar dat is niet de bedoeling om dat beeld te schetsen, dat de bijstand en de sociale zekerheid onbetaalbaar wordt door de vreemdelingen. Ik zei, ja, maar kijk,
Dat is eigenlijk wat de krant getoond heeft. Ze hebben er nog twee vervolgstukken over geschreven. De taart is de sociale zekerheid. Het donkere deel is het basissysteem. Mensen betalen bijdragen en daaruit ontstaan rechten. Verzekering tegen ziekte, invaliditeit, werkloosheid, pensioen. Dat is het grote deel. De bijstand is het kleine deel. De bijstand is 5% van de sociale zekerheid. Nu ga ik Kazaal wat vragen stellen. Ik moet mij ook ten alle tijde onderbreken. Ik heb dat graag. Maar af en toe stel ik ook wat vragen. De bijstand is 5% van de totale sociale zekerheid. Dat wil eigenlijk zeggen, mensen die rechten krijgen, steun uit de sociale zekerheid zonder te hebben bijgedragen. Dat is 5%. Wat is de grootste groep mensen die bijstand krijgen in België? Waaruit bestaat die? Pensioneren? Iemand een ander antwoord? Zieken? Zieken? Nee, zieken zitten niet in de bijstand. Sorry? Studenten ook niet, leefloon ook niet. OCMW ook niet, dat is leefloon. Alleenstaande vrouwen jammer genoeg ook niet, want dat zou een verbetering zijn voor de sociale zekerheid, meen dat? Nee, niemand? Het is ook geen eerlijke vraag, niemand raadt het ooit. Mensen met een handicap. Dus eigenlijk als de standaard dat beeld maakt, de bijstand is onbetaalbaar en 70% van de leefloners zijn allochtonen. Leefloon is dat klein balkje. Er is een toename van het aantal leefloners. Theo Franken heeft een record aantal vluchtelingen erkend. En de leeflonen zijn gestegen. Dat is waar. Van 100.000 bij het begin van de regering naar 138.000 nu. Binnen de leeflonen, en vandaar het antwoord, is ondertussen 1/3 jonger dan 25 jaar. Het record aantal jongeren in de bijstand. En dat is door onder andere een maatregel onder de regering die roept op. De wachtuitkering, de inschakelingsuitkering heeft dat enorm laten toenemen. Ik zat daarin in die regering, ik heb geen moeite om te zeggen dat dat niet goed was. Maar dus, met andere woorden, 1% van de sociale zekerheid zijn leeflonen. 1/3 van die leeflonen zijn min 25 jaar. 60% van de bijstand zijn mensen met een beperking. En de restcategorie zijn de gepensioneerden. We hebben een systeem waar onze pensioenen, die zijn niet hoog. Het algemeen. Maar we hebben minima, als je genoeg gewerkt hebt, als je niet aan de criteria komt, hebben we nog een keer een garantie. We hebben een groep mensen die niet aan het minimum komen en die krijgen een garantie voor ouderen, de IGO. En dat is een groep van 100.000 mensen zitten daarin, werknemers en zelfstandigen. We hebben datzelfde gemaakt voor werknemers en zelfstandigen in de jaren 2000. Maar 330.000 van de 570.000 zijn mensen met een beperking die extra bijstand krijgen. Die groep is enorm toegenomen. Niet de leefloners, die groep. Van 220.000 10 jaar geleden naar 330.000. Een van de redenen is dat mensen met een beperking langer leven. Dat hun levensverwachting meer gestegen is dan de rest van de bevolking. Want dat denk ik een succes is, hè, als uw maatschappij erin slaagt om mensen met een beperking langer te laten leven. Maar hoe komt het dan dat heel de bevolking, heb daar juist de statistieken gezien, denkt het is onhoudbaar, het is door de vreemde. Het beeld dat gemaakt is van het probleem van de sociale zekerheid is niet dat. Ik heb er nu lang bij stilgestaan bij de inleiding. Ik ga daar nu over zwijgen. Maar het is wel een belangrijke. En er wordt gelukkig veel gepubliceerd daarover. Maar het beeld dat we hebben van waarom dat die solidariteit onhoudbaar is, is feitelijk gewoon onjuist. En telkens als ik de kans krijg tegenwoordig, zeg ik dat ook. Een volgend punt van het verleden is die onbetaalbaarheid. Ik heb de titel gepakt, onbetaalbaarheid is een relatief begrip. Hè. Als je zegt, publiek, dat iets een relatief begrip is, er is daar interesse voor. Hè. Racisme is ook relatief en hè, wat weet ik. Onbetaalbaarheid van de sociale zekerheid is ook een relatief begrip. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Als ik vraag aan mensen die niet erg voor de sociale zekerheid zijn, vanaf wanneer vind je het betaalbaar, dan hebben die geen antwoord. Niet dat ze niet willen, maar daar kunnen ze niet op antwoorden. Vanaf wanneer is de sociale zekerheid betaalbaar? Weet er dat iemand? Dat is virtueel, tuurlijk. En waarom vinden we dan 3/4 van de bevolking dat onbetaalbaar is, als we niet weten wat betaalbaar wil zijn? Heel kort, een paar jaar geleden,
was de raming voor de kost van de sociale zekerheid voor de toekomst 22 miljard hoger dan nu. Er zijn maatregelen gepakt, je kunt daarover discussiëren. Maar de verwachte kost van de sociale zekerheid in de toekomst is 22 miljard euro gezakt. In termen van vandaag. Nog nooit gehoord, hè? Nee, dat is ook iets wat... Opnieuw, niks tegen de kranten, maar ze kunnen ook niet alles publiceren. Dat is nog niet gepubliceerd, hè? Op een paar jaar tijd, door de maatregelen die gepakt zijn, is de verwachte kost, ik ga het nog eens formuleren, voor de komende, wat zijn we nu, 2017, 25 jaar en voor de komende 40 jaar met 22 miljard gezakt. Ik ga het direct tonen in cijfers. Mijn probleem daarmee is, hier, 2012, zei men, het is onbetaalbaar, er worden maatregelen gepakt en die kost zakt 22 miljard. En 2017 zegt men, het is onbetaalbaar, voilà. Een aantal mensen hebben wel een antwoord gegeven ondertussen op de vraag vanaf wanneer wordt het betaalbaar als het niet meer bestaat. Als het niet meer bestaat, wordt het betaalbaar. En eerlijk gezegd, dat is een uitspraak van een politieker, maar dat is realiteit. Er zijn voorstellen om de sociale zekerheid af te schaffen. Ik heb daar juist gezegd, het is ontstaan in 1944. De eerste voorstellen om het af te schaffen zijn er begin de jaren 50 gekomen. Hè? En die zijn er nu weer. Sommige voorstellen van basisinkomen zijn voorstellen om de sociale zekerheid af te schaffen. Niet allemaal, hè? Er zitten goede voorstellen ook in. Maar sommige zijn gewoon een afschaffing van de sociale zekerheid. Maar dus dit gaat nooit een antwoord krijgen. We gaan naar verkiezingen 18, 19. Het gaat heel veel over het sociale uitgaven gaan, de rusthuizen, de kwaliteit is gezakt, de prijs is gestegen, de jeugdzorg is een ramp. Jo van Deurzen heeft het niet graag dat ik het zeg publiek, ik snap hem ook, maar hij is geijzeld in een kader van een partij die, eerlijk gezegd, redelijk cynisch de middelen voor de sociale uitgaven vermindert en zelf klaagt dat het beleid sociaal niet goed is. He? Maar rusthuizen, jeugdzorg, personen met een beperking, het is niet goed. Het is allemaal Vlaanderen die zorg leverde. Het is echt niet goed op dit moment. Doe maar de volgende. Het vertrouwen in solidariteit herstellen. En er is dus een publicatie uitgekomen van Peter de Gat met twee co-auteurs. Ik weet niet wanneer die is uitgekomen, maar ik heb het vandaag in mijn handen gekregen. En het gaat eigenlijk daarover. Ik vind dat eigenlijk de kern van de discussie. Als je de statistieken van daar straks zag, in de verkiezingen van 2014, dan weten we dat je dat vertrouwen in die solidariteit moet herstellen. Ik had van de zomer twee vriendinnen, en ik heb meer vriendinnen, maar twee die een beetje hetzelfde tegenkwamen. De ene is bevallen, een zeer prematuur babytje, heel lang in de kliniek, en je krijgt tegenwoordig de volledige rekening. Hè? Dus je krijgt alle kosten te zien die gemaakt zijn. Dus die hele behandeling van dat babytje, dat stel ik trouwens zeer goed ondertussen, 107.000 euro. En ze heeft 1500 euro betaald. Haar vader is directeur in het katholiek onderwijs in West-Vlaanderen. En die zei tegen mij, ja, in sommige landen riskeerde uw huis te goed te verkopen of erger. Hè? Dus die vonden dat ongelooflijk. Als je die factuur dan krijgt, daar staat er ook bij wat dat uw eigen bijdrage is. Een andere vriendin van mij, haar man, een nieuw hart nodig. Op zeer jonge leeftijd. Hij is 10 jaar jonger dan ik, dus hij is zeer, zeer jong. Een nieuw hart nodig. 300.000 euro. Kost bij het ziekenhuis. Ze hebben niks betaald. Waarom geef ik die voorbeelden? Omdat ook een Wouter Tors, nadat hij heel ziek geworden was, zei van wat een fantastisch systeem hebben we. Wouter Tors, bekende ondernemer, die dat nooit zei voordat hij ziek was geworden. Weet je? Er is een reden van solidariteit. En ik weet niet of dat die anekdote van Jean-Luc Dehaene, die ik kende, staat ook in het boek van Peter de Hat. Ik weet niet of je die anekdote kent. Kent er dat iemand, die anekdote? Ik vroeg me eigenlijk al van, ik kende die wel, als ik het las. Dus ik had er zelf moeten aan denken, ik had het zelf eens moeten opschrijven. Wilfried Martens wordt geopereerd. En hij komt terug aan de 16 en hij zegt tegen zijn kabinetje, moet ik zien wat ik maar moet hebben betalen met mijn inkomen. Dat is toch niet normaal dat ik zo weinig heb moeten betalen. Maar wat de Haan hem antwoordde, premier, dat wil zeggen dat mensen die een veel lager inkomen hebben, het ook kunnen laten doen. He? Dat is het systeem van solidariteit. Maar die discussie, hoe onderhouden solidariteit, hoe laten we dat overleven, is een moeilijke. He?
Sociale zekerheid is in de geschiedenis iets zeer recents. Maar die discussie, hoe houden solidariteit in stand, is nu moeilijk. En bijvoorbeeld, het is de schuld van de vreemdelingen, is een aanval op dat principe van solidariteit. De professor zei daar straks dat ik af en toe woest word. Dat valt eigenlijk redelijk mee. Ik bedoel, in de zin, het gebeurt niet al te vaak. Maar als ik het regeerakkoord in 2014 heb gelezen, ben ik één keer woest geworden. Eén keer. Er staat in dat regeerakkoord dat de wet van 76 geschrapt gaat worden. Dus ze zijn al 3 jaar bezig, ze hebben hem nog niet geschrapt. De wet van 76, daarin staat dat mensen die in België wonen en leven, het recht hebben op een menswaardig bestaan. He? Wat een geweldig land is dat toch hier. He? We hebben een wet waarin dat er staat dat iedereen het recht heeft op een menswaardig bestaan. Het moreel kompas. Waarom doet het dingen? Dat is inderdaad de basiswet van het OCMW. En daarom staat dat in het regeerakkoord. Je weet dat Lisbeth Gomans de belofte heeft gedaan, we schaffen de OCMW's af. Maar om ze af te schaffen, was er nog één iets nodig, dat is de wet van 76 schrappen. En dat staat in dat regeerakkoord. Ik dacht, er zijn er een aantal van wie dat ik weet dat ze dit willen. Geen verrassing, maar er zijn er een aantal onder moreel kompas kwijt. Hè. Als je bereid bent om dit in een regeerakkoord te schrijven, ik zet dat niet toevallig onder de titel Vertrouwen en Solidariteit herstellen. Het principe dat we een solidair systeem in stand willen houden om aan iedereen een menswaardig bestaan te garanderen, is wat het moet zijn. Hè. Is nog niet geschrapt. Ze hebben nog een jaar en half te gaan met die regering. Ik hoop dat ze tenminste dat nog volhouden, want ze houden niet veel vol, maar om die wet niet te schrappen. Want dan ga ik zo populistisch zijn als nodig om dat tegen te houden. Dat vind ik het laatste. En er worden helemaal geen OCMW's afgeschaft. Hè. Want dit is de wet. De enige reden waarom dat OCMW's bestaan. Hè. Doe maar naar de volgende. Dan kom ik redelijk naar het einde van mijn eerste deel. Namelijk, we zijn collectief beginnen geloven dat het onhoudbaar wordt. Dit is de sociale zekerheid. In het klein, zoals dat hij nu is. Hè, De donkerste oranje of de lichtbruine is de pensioenen, dan heb je het blekere oranje de gezondheidszorg. Waarom toon ik die twee? Wat er gebeurt met de sociale zekerheid is zeer simpel. De kleinere balken, dat is arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, kinderbijslag en nog de kleinere categorieën, die worden altijd maar kleiner. Dus de toekomstige kosten, die stijgen tot 2034, dan beginnen die terug te zakken. In 2034 komen we op de piek en dan zakt dat terug. Dus dat blijft niet altijd maar doorstijgen, hè? Dan zakt dat terug. Wat gebeurt er? Pensioenen en gezondheidszorg die stijgen in kost, absoluut, die uitgaven stijgen. Gezondheidszorg meest van al door de toegenomen technologie, meest van al. Pensioenen door de levensverwachting, natuurlijk. Een verrijzingsprobleem noemen ze dat, ik heb dat altijd de verrijzingssucces genoemd, maar goed, de anderen hebben gewonnen tegen mij, iedereen noemt dat een verrijzingsprobleem. Je moet het maar doen. Hè. Je zit op 40 jaar tijdslaagde erin om mensen die 40 jaar gewerkt hebben nog 20 jaar gezond te laten zijn met een pensioen. En een keer dat dat lukt, noemde dat een probleem. Als ik in andere zalen spreek, zeg ik altijd, het is de schuld van de sossen dat de mensen nog lang van hun pensioen genieten. Maar het is wel een raar gegeven. Hè. Pensioenen en gezondheidszorgen worden bijna de volledige sociale zekerheid. De kost van de twee stijgt nog. En inderdaad aanzienlijk. De kost van de andere zakt enorm. We fixeren ons op de werkloosheid en we gaan ze beperken in de tijd. De VLD nog een keer in het congres komend weekend. Werkloosheidsuitkeringen beperken in de tijd. De uitgaven van de werkloosheid halveren. Die gaan halveren. Weet je, waarop zijn we dan aan het focussen? We hebben een discussie nodig over pensioenen, absoluut. Over gezondheidszorg, absoluut. Al de andere discussies zijn discussies om de solidariteit te ondervragen. Zo simpel is het. Dus laten we maar stilaan beginnen aan de discussies over hoe we het wel gaan moeten doen. Ik denk, is de sociale zekerheid houdbaar? Absoluut. Dat is de yes we can, maar wel met de vraag, hoeveel willen we eraan uitgeven? Als rechts tegen de sociale zekerheid is, ik weet niet wat dat de definitie van rechts is, maar gewoon om het beeld makkelijk te maken. Als rechts tegen de sociale zekerheid is, dan wil ik zeggen naar rechts van, kijk, ik wil een voorstel doen zelfs, een afspraak, laat ons een percentage van onze economie uitgeven aan pensioenen en gezondheidszorg. Aan sociale zekerheid. 25%, 27,5%, 30%.
Oké, ze zijn voor mij alle drie bespreekbaar. Op vandaag geven we 25% uit van BBP, van de economie en sociale zekerheid. Dat stijgt naar maximum 27,5% in de schattingen van de studiecommissie voor de vergrijzing. Dat stijgt naar maximum 27,5%. Zitten wij dan met een gigantisch probleem? Nee. Moeten we opletten? Ja, maar dat moet je altijd doen als je een goed systeem hebt. Maar het is dus absoluut mogelijk. Dus wat moeten we doen? Het belangrijkste punt, ga eens kijken naar mijn timing, dat die is in de soep. Hè. Nee, 9 vragen en een slotvraag. Want er waren 9 oplossingen gevraagd. Ik ga dat niet alleen oplossen, de sociale zekerheid. Ik zei, het is perfect houdbaar, het is perfect betaalbaar. En je moet altijd voorzichtig zijn en kijken naar wat we moeten doen. Wat is het moeilijkste in die ramingen voor de lange termijn? Dat is productiviteit. De ramingen van de uitgaven van de sociale zekerheid, ik ga daar heel kort op zijn, dat is gebaseerd op een aantal parameters van wat er gaat gebeuren met de economie. En daarin zit de verwachting van een productiviteitsstijging in de toekomst. Als we die niet halen, dan wordt het moeilijker financierbaar. Als we blijven de economie ontwikkelen, en in België blijft dat daar al goed uitzien, in West-Vlaanderen zelfs nog meer, als we blijven de economie ontwikkelen die zowel op kapitaal als op arbeidsfactoren, technologievernieuwing, blijft goed draaien, kunnen we dat perfect betalen. Valt dat tegen, en je kunt altijd een schok hebben, hè? Valt dat tegen, dan wordt het moeilijker om dat systeem te betalen. Dus dit is, als ze het aan mij vragen, de parameter waarvan dat afhangt of dat het gaat lukken of niet. Als die productiviteit halveert bijvoorbeeld, dan stijgt die meerkost naar 2040 enorm door. Dat is 1. 2. Quid met de pensioenen. Want het is de grootste pot en die uitgaven stijgen nog een stuk. Naar, ik heb het al gezegd, 2034. Dan pieken ze, je ziet dat hier eigenlijk. Het is niet op 2034, maar 2040 is het jaar waar we de hoogste uitgaven in de pensioenen gaan hebben. Dat zakt dan weer. Dat is de verwachting. Maar dat is wel belangrijk om te weten, hè? Want ik denk dat jonge mensen, mijn studenten ook, allemaal met een idee zitten dat die pensioenuitgaven, dat dat vertrokken is en dat dat niet meer stopt. Hè? Nee, nee. 2034, maximum, dan zak het weer. Sorry? Ik kom toch niet op pensioen. 2034, ga jij op pensioen? Ja. Ik heb serieus waar echt een opgebouwd eigenlijk. Maar kunnen we de uitgaven kanaliseren? Ik vind, en dat staat hier onderaan, ik mag dat ook een beetje doen, ik ben voorzitter van een oppositiepartij, maar ik vind eerlijk gezegd de manier waarop dat het debat over de pensioenen al 3 jaar wordt gevoerd, afreus. Werkelijk afreus. Er is een expertencommissie geweest, dat was onder leiding van Frank van den Broeke, met mensen uit alle windrichtingen en gezinten van de maatschappij, die eigenlijk opgelijst hebben wat zou er moeten gebeuren om, ik noem dat, te kanaliseren. Wat wil dat zeggen? Als we tegenslagen hebben, als er onverwachte dingen gebeuren, wat moeten we dan beslissen om die uitgaven nog altijd onder controle te houden? Een heel rapport. In dat rapport staan er veel dingen. In dat rapport staat er, de pensioenbonus is een nuttige zet geweest, want het maakt dat mensen een langere carrière pakken omdat ze extra pensioen opbouwen door die extra laatste jaren te werken. Het eerste dat de regering deed, pensioenbonus afschaf. Zomerakkoord, verschrikkelijk. Hè? Boven de 50 werkloos worden, boven de 55 werkloos worden en tot 140 euro in de maand verliezen. Ze ontkenden dat, maar dat was zwart op wit waar. Ze hadden dat beslist in de ministerraad. Je moet toch niet iets ontkennen dat je beslist hebt in de ministerraad. Die maatregel is teruggetrokken. Brugpensioen, hoe jonger dat je bent beginnen werken en hoe meer jaren dat je gewerkt hebt, hoe minder pensioen dat je gaat krijgen. En die maatregel wordt wel behandhaafd. Hè? Die gaan ze wel uitvoeren. Maar we kunnen nu aan uw bevolking, en dat is mijn punt, zeggen dat mensen moeten langer werken. Ik ben het daarmee eens. He? Mensen gaan gemiddeld langer moeten werken. Ja, tuurlijk. Heeft er dat iemand al ontkend? Niemand. Maar hoe kunnen we dan een maatregel pakken waarbij dan mensen die langer gewerkt hebben minder pensioen gaan krijgen dan mensen die minder gewerkt hebben? Hoe kunnen we dan de pensioenbonus afschaffen? Je hebt eigenlijk een debat nodig dat zegt van laat ons een systeem maken dat vertrouwen heeft voor die pensioenen in de toekomst. En hier is het omgekeerde gebeurd. Het creëert onzekerheid. Het zijn gewoon besparingsmaatregelen. En dat is jammer. Als ik aan mijn studenten vraag, dat zijn allemaal, ik geef alleen aan economiestudenten les. En ik vraag aan hen soms, ze zijn 21 jaar. Het zit er een paar tussen die wat ouder zijn, omdat ze
niet zo rap als ze leren zijn. Ik vraag aan hen, zij dan aan pensioen sparen? En altijd minstens de helft steekt zijn vinger op. En dan zeg ik, het niks begrepen van hun opleiding of wat. Dus economisch compleet verkeerd dat als je nog geen inkomen hebt en je bent als student, dat je aan pensioen sparen bent. Dat treedt de eerste economische regels met de voeten. Maar ik geef ze een tweede kans, wat ik zeg, of je gelooft nu al niet meer dat je nog een pensioen gaat hebben. En dat is de fundamentele waarheid van het probleem dat we hebben. Jonge mensen geloven niet meer dat ze zelf nog een pensioen gaan hebben. We zijn al op zeer jonge leeftijd nog pensioen sparen. Dus ik denk dat hier het antwoord op bieden, maar ook aan mensen ook uitleggen van kijk, weet je dat idee van dat gaat hier door tak en dat wordt onhoudbaar, is niet waar. Maar ook naar die alternatieven, langer werken, ik vind de verhoging naar 67 jaar wettelijke pensioenleeftijd slecht. Omdat je naar heel je bevolking, als je zegt die carrières moeten langer, kun je toch niet hetzelfde zijn. Je gaat toch niet aan iemand die op zijn 18 in de bouw, je kent die voorbeelden, hè, zeggen je moet door tot je 67, dat is 49 jaar. En zo'n bobo like ik, die tot zijn 22e studeert, moet dan maar 45 jaar werken. Terwijl dat degene die in de bouw werkt, al veel meer fysische problemen zal hebben dan iemand die in de politiek zit. Of thuiszorg. Er is een hoog percentage vrouwen die in de thuiszorg werken, die elke dag verschillende mensen moeten heffen om ze te wassen, hebben een veel hoger percentage heupproblemen. Vanaf hun 50ste jaar. En die moeten door tot 67. Denk je dat dat helpt? Dat helpt niet. Ik kom daar zoiets nog op terug. Dus die wettelijke pensioenleeftijd is het punt niet. De totale carrière moet langer. Je moet het mogelijk maken dat mensen meer jaren werken. Gezondheidszorg dan. De ziekenhuisfinanciering. Het is aangekondigd ook door Margie de Blok van er komt de hervorming. Ze komt er nooit. We zijn er al zo lang over aan het spreken. Het is zo'n lastig onderwerp over hoe dat je dit gaat oplossen. Het komt er nooit. Maar het is ook onduidelijk waarom dat het er niet komt. Iedereen weet dat, zeker in het verhaal van de overconsumptie, dat de ziekenhuisfinanciering cruciaal gaat zijn in de beheersing van de uitgaven. Mijn stelling is, we gaan veel meer technologie in de gezondheidszorg ontwikkelen en nieuwe medicamenten dan dat we de kosten daarvan aankunnen. En dus moeten we eigenlijk het systeem nu hervormen om die meerkosten te dragen. We gaan veel meer een individuele gezondheidszorg krijgen. Er zal er een meerkost aan zijn, maar het zal veel succesvoller zijn. Maar we moeten klaarstaan om daar uitgaven voor te kunnen doen. In materialen, in technologie en medicamenten. En daarom hebben we een hervorming van de ziekenhuisfinanciering nodig. Het komt er maar niet. De oorzaak is omdat de ziekenhuizen op zeer verschillende manieren gefinancierd zijn en dat niemand de eerste stap durft zetten. We hebben in de tijd de heerloonsupplementen aangepakt, maar voor veel ziekenhuizen was dat een belangrijk deel van de financiering. De officina's, de ziekenhuisapotheken zijn voor sommigen een deel van de financiering, maar niet voor allemaal enzovoort. Dit is een noodzakelijk deel om voor de volgende 50 jaar te kunnen zeggen we gaan onze sociale zekerheid in stand houden, die ziekenhuisfinanciering. Het gaat deel van de oplossing moeten zijn. Want die technologie komt er en wat gaan we doen in het andere geval? We hebben een manier gevonden om longkanker een veel hogere genezingsgraad te geven, maar we gaan het niet doen. Het zijn de discussies die we nu al hebben. Hè? Weesgeneesmiddelen, weesziektes. Hè? Kinderen die kunnen geholpen worden, maar de firma zegt ja, maar het is €300.000, maar het wordt niet terugbetaald, dus we geven het niet. Het zijn de discussies die we nu al hebben. Hè? Daar gaat dat over. Dus vraag 3, ziekenhuisfinanciering komt in orde en waarom is ze nog altijd niet in orde gekomen? Dat is een cruciale. Vraag 4, preventie. Meer investeren. Dus het enige dat ik in het vet gezet heb van de oplossing. Het is in mijn nog redelijk prille politieke carrière eigenlijk. Ik zat in de commissie welzijn in Vlaanderen. Ik ben alleen nog maar in het Vlaams parlement verkozen geweest. Ik zat altijd bij welzijn. Het is een van de dingen die ik nooit begrepen heb. Als we zo'n discussie aan het voeren zijn over de uitgaven die niet onder controle zijn, hoe komt het dan dat we het meest evidente niet meer doen? Dat is veel meer inzetten op preventie. Preventie van in het onderwijs tot, en het kan dan ook zo klinken, hè, valpreventie. Maar bij senioren is dat de hoofdoorzaak van meer kosten. Als je valpreventie verbetert, zakken de kosten veel rapper bij senioren. Dat is de nummer 1 factor. Daarom dat ik dat als voorbeeld pak. Maar maatschappelijk nog belangrijker is
Preventie en gezondheid, of het verbeteren van gezondheid, is enorm gelinkt aan je financiële middelen. Hoe armer dat je bent, hoe meer kans dat je hebt om ongezond te leven. Preventie kan er enorm veel helpen en zeer vroegtijdig in het onderwijs, maar eigenlijk door heel heen de carrière. Ik ben een onwaarschijnlijke fan van de wijkgezondheidscentra, om ervoor te zorgen dat mensen met minder middelen een zeer makkelijke toegang hebben tot geneeskunde en het hele hamer. Het omgekeerde voorbeeld kan populistisch klinken, maar het is waar, dus mag het gebruiken. Het omgekeerde voorbeeld in Engeland, waar dat meer richting de Amerikaanse toestanden gaat. En al redelijk wat middelen moet hebben om alle takken van de gezondheid te kunnen zien. 1 op de 7 Britten trekt zijn tanden zelf. Overweegt zelfs niet meer om naar de tandarts te gaan. Dus preventie, maar ook toegang tot laagdrempelige betaalbare gezondheidszorg over heel het gang. Tandhygiëne is een van de hoofdoorzaken van veel kwalen bij mensen met minder middelen. Vraag 5. Vraag 5 is een teaser, want hij is eigenlijk in heel mijn verhaal niet de belangrijkste. Maar ik heb hem toch tussen gestoken. Waarom blijft de farmasector cashen terwijl we aan de sparen zijn op de zorgverstrekkers en de patiënten? En dat zijn kleine verhalen voor sommigen, voor anderen niet. De antibiotica is duurder geworden. Er zit daar een heel politiek verhaal op de raad over. We gebruiken te veel antibiotica, ja, dat is waar. Maar het maakt hem duurder en het maakt een antibiotica nog meer duur voor mensen met een laag inkomen dan voor de rest. Wat is daar nu de logica achter? De neusspray. De kinesisten, de tandartsen, ze zijn aan het deconventioneren, er wordt op bespaard. En iedere keer zegt de regering, dat zijn moeilijke tijden, we moeten besparen. Maar waarom is er dan vorig jaar 204 miljoen extra naar de farmaceutische bedrijven gegaan? Meer dan afgesproken in de begroting. Dat is meer dan de besparing op de patiënten en de zorgverstrekkers. Dus wat een perfect de zorgverstrekkers, de kinesisten, de tandartsen en de middelen kunnen geven, die voorzien waren, wat perfect die noodzakelijke medicatie soms niet zoveel duurder moeten maken, want het geld is wel uitgegeven, maar het is naar de... Dat is toevallig, want ik wist het niet, als ik die presentatie aan het voorbereiden was, een artikel in Nederland uitgekomen met exact hetzelfde fenomeen. Dat de lobby van de farma erin geslaagd is in besparingstijden om honderden miljoenen extra uit de belastingsmiddelen te krijgen dan afgesproken. Dus het verhaal moet volledig verteld worden. Als het toch allemaal zo belangrijk is dat het houdbaar blijft, waarom blijft de farmasector dan cashen en de zorgverstrekkers en de patiënten besparen? Vraag 6. Dat is geen teaser, dat is een overtuiging. Iedereen kijkt naar prentje, ik ga jullie op het gemak prentje laten lezen, kan ik een keer drinken. Er is geen enkele reden niet meer om hospitalisatieverzekeringen aan de privésector toe te laten. We hebben nog altijd een systeem, gelukkig, waar dat de verplichte verzekering een groot stuk van de kosten dekt voor de meeste mensen. We hebben de voorbije decennia een toename gezien van de geprivatiseerde betalingen via verzekering. En voor sommige mensen aanzienlijk. En dat systeem werkt niet. Werkt gewoon niet. De kosten die gemaakt worden voor het onderhoud, wat men zegt vaak voor de vakbonden en de mutualiteiten, dat staat in het VLD-programma voor dit weekend, die kosten moeten weg, de administratiekosten, het beheer. Wat het publiek beheerde middelen voor de gezondheidszorg kosten in administratie 3-4%, de private 30%. Ik ga nog wel in de krant geraken, denk ik. Er komt een dag voor 2060 dat wel een keer in de krant gaat staan. Er is geen enkele zinnige reden te bedenken waarom dat je private verzekeringen in gezondheid nog moet aanhouden. Maak het terug volledig publiek. Als je toch meent dat het een systeem is dat toegankelijk moet zijn, ongeacht de inkomsten, en het is financierbaar, is er geen enkele reden denkbaar om het private gedeelte aan te houden. Er zijn bijna geen private verzekeraars meer die het aanbieden. Ze zeggen dat ze niet kunnen, dat het niet rendabel genoeg is. We hebben wetten moeten stemmen om te zorgen dat private verzekeraars mensen die genezen waren van kanker niet als kankerpatiënten beschouwen, om ze dubbele premies aan te rekenen. Dat zijn een soort uitingen van een systeem dat misloopt als het privé gaat. Dus voilà. Vraag 7. Zullen er genoeg zorgers zijn? De panelreportage vorige week van de rusthuizen, gezien. Het antwoord is nee. We gaan naar een absoluut tekort
van mensen die zorgkundig zijn. En dat zal er zeer snel komen. We gaan sowieso in West-Vlaanderen hebben we een tekort aan mensen op de arbeidsmarkt, sowieso. Als je de Noord-Fransen zou wegpakken van onze arbeidsmarkt, zitten we met een gigantisch tekort. Maar ook veel andere mensen. Maar zeker in de zorgsector gaan we echt naar een tekort. We hebben veel discussie over, er is robotisering, er gaan geen jobs niet meer zijn, er gaan geen lonen niet meer zijn. Maar in onderwijs, in zorg en in veiligheid hebben mensen tekort op dit moment. En voor een stuk is dat een redelijk essentiële discussie, want dat betekent eigenlijk dat je zou moeten zeggen, investeert in meer personeel in de school. Dat is niet alleen kleinere klassen, dat is ook zorgondersteuning voor kinderen. Investeert in meer personeel in rusthuizen. Investeert in meer personeel in jeugdzorg. In de instellingen voor personen met een beperking. In politieagenten. Het zijn er 4000 tekort. Nadeel natuurlijk, dat is zeer ideologisch, want dat zijn allemaal publieke diensten. Dat ik nu opzoek. Zeer ideologisch. Maar goed, de staat heeft 120.000 euro per job gegeven aan privébedrijven nu. Terwijl dat al die publieke jobs dat komt zo'n 60.000 euro kosten. Dus voor de economie van de toekomst gaan we moeten durven zeggen als overheid, ja, we gaan in publieke diensten nog investeren omdat er mensen tekort zijn. We kennen allemaal de verhalen van de rusthuizen. Nee, we zijn niet zo gechoqueerd dat die panelreportage wordt, dat allemaal al gehoord. Dat senioren om 5-6 uur in hun bed werden geplooid, dat de maaltijden niet meer worden gegeven, dat ze na de maaltijden meten hoeveel overschot dat er is om de proporties te verminderen, om de winst te maximaliseren. Om dat allemaal al gehoord, hè. Want er wordt bespaard op de investeringen in de rusthuizen en op personeel. En de techshift, het goedkope maken van personeel, is gegeven aan de private rusthuizen en niet aan de publieke. Dus de personeelskost van de publieke rusthuizen is veel hoger dan de private. Als je niet durft te zeggen dat je de rusthuizen gaat privatiseren, dan kunnen ze nog altijd werken. Dat is wat er nu aan het gebeuren is. Maar we gaan moeten zorgen dat er competentiegerichte aanwervingen zijn in de zorg. Deel van de mensen die kunnen werken in de zorg, die het diploma niet hebben en het willen doen, moeten veel rapper een overstap kunnen maken. Competentiegericht en niet alleen diploma-gericht. Daar moeten we echt een stap naar zetten, want als we gaan tekorten hebben, dat is binnen een paar jaar, gaan we grote tekorten hebben. Tenzij dat ze zeer veel besparen op personeel, dan zou het kunnen meevallen in die tekorten. Vraag 8. Ik heb er daarnet al een klein beetje op geannuleerd. Is langer werken, wat is er echt nodig? Niet is dat echt nodig? Ja, we gaan langere carrières moeten hebben gemiddeld. We zitten gemiddelde carrières van 25 jaar als je naar heel de bevolking kijkt. Dat moet langer. De werkzaamheidsgraad boven de 50 moet omhoog. Dat is allemaal waar. Ik heb al gezegd, de wettelijke pensioenleeftijd verhogen, het helpt niet. Op dit moment zijn in Nederland, met het maken van het regeerakkoord, waren de werkgevers keihard aan het pleiten om de pensioenleeftijd terug te verlagen. Het aantal chronisch zieken, arbeidsongeschikten, burn-outs, noem maar op, is meer aan het kosten in de arbeidsorganisatie en aan de maatschappij dan dat het optrekken van de pensioenleeftijd opbrengt. Hè. Maar wat is er dan echt nodig? Wat ik nodig vind, is de erkenning van onbetaalde arbeid. Ik heb wat ik eerder gepubliceerd heb, het voorbeeld van de mantelzorg gegeven. Heeft iemand een idee, als je wilt, mogen ook, we hebben al lang niets meer moeten doen, hè, nu vanavond. Hoeveel van de gepresteerde arbeid in België is er onbetaald? Plak daar eens een cijfer op. Hoeveel? De helft. De helft, maar we moeten het niet overdrijven. Maar zin, kijk, nee, ook niet 20%, dat is een moeilijk cijfer om te weten. Meer dan 40%. Van de gepresteerde erkende arbeid is onbetaald. Kom maar, we zaten er dicht buiten, is waar, want ik krijg straks de wisselbeker. Maar dat is een enorm cijfer. En dat betekent bijvoorbeeld, als het gaat over sociale zekerheid, de zorg van veel mensen is onbetaald. Heel veel mantelzorgers hebben geen enkele vergoeding, zelfs niet voor hun onkosten. En dat is altijd de vrees geweest, ja, maar moest dat nu erkend worden en betaald worden, dan wordt dat weer onbetaalbaar. Ik ben het daar niet mee eens. In plaats van de discussie te voeren van vrouwen blijven thuis om voor mensen te zorgen en we gaan de huwelijkscoëfficiënt afschaffen, betaal toch die onbetaalde arbeid, erken die arbeid. Want we zijn 7 miljard taxshift, dat is geld aan de bedrijven om jobs te creëren, terwijl dat we duizenden mensen hebben die onbetaalde arbeid doen. Erkent dat, heeft dat een loon. En dat gaat automatisch zien dat mensen langer werken.
We hebben door de gelijkgestelde periodes voor vrouwen hebben de armoede bij senioren naar beneden gekregen. Ze hebben die gelijkgestelde periodes grotendeels weer onderuit gehaald. De armoede bij vrouwen gaat terug stijgen. Binnen 10, 15 jaar erkent die arbeid, want die onbetaalde arbeid zit hoofdzakelijk bij vrouwen. Het is wat dat is. Erkent dat. Want dat wil ook zeggen dat veel van de discussies die we voeren zijn over de arbeidsmarkt, zijn fouten. Want dat zijn eigenlijk aan het vragen. Ga werken, zorg voor je kinderen, zorg voor je zieke ouders en doe dat allemaal samen. En dus degenen die niet chronisch ziek en niet in burn-out gaan, die moeten dat allemaal samen doen. En weet je, als iets te kort komt, pak reflectie, is ook €500 in de maand onbelast, weet je. Serieus? En wanneer gaan we daarmee stoppen? Als de helft van de bevolking niet meer kan. Wat zei je? De helft van de bevolking is helemaal ziek. Maar dat is wat er aan het gebeuren is. Het zijn altijd maar een kleine groep mensen die alles aan het opstapelen is. Het perspectief daar voor jongeren is affreus. Als dat het toekomstbeeld is van onze maatschappij, dat is affreus. Jongeren zijn flexibiliteit aan het zoeken. En het klinkt nu alsof ik tegen mijn winkel klap, hè. Maar dat betekent dat ze een statuut aan het zoeken zijn waarin ze zelf de flexibiliteit hebben om hun leven te kunnen organiseren. We hebben al 2 jaar, zijn de twintigers die starten op de arbeidsmarkt, de grootste groep, starten in een zelfstandig statuut. Niet om middenstander te worden, maar om hun leven zelf te kunnen organiseren. En de discussie daar, of dat we ze ook een gelijkwaardig sociaal zekerheidsstatuut gaan geven, vind ik pertinent. Een moeilijke discussie, maar wel pertinent. Dus daar erkent onbetaalde arbeid, durf zeggen dat daar een vergoeding moet tegenstaan, dat je niet alles wegduwt van de staat, hopen dat de mensen hetzelfde bijdoen, achter een uur, na 4/5 gaan, inkomensverlies om voor hun ouders of voor hun kinderen te zorgen. Ik kan nog een vraag stellen, nu gaat het niet weten. Dus dat ligt met de 50%. Hoeveel jongeren zijn er mantelzorgers van hun ouders op vandaag in Vlaanderen? 5%, ik weet zelf niet hoeveel dat is, in duizenden. Hoeveel duizenden jongeren zijn er? Hoeveel jongeren zijn er? Was hij als jonger, ja. Ik heb altijd gezegd, iedereen die mijn leeftijd aan jongeren is, zijn jonger. Maar goed, laat ons zeggen, 25 jaar aan jonger. Hè? 23.000, ja. Kijk. Er zijn 40.000 jongeren op vandaag mantelzorgers van hun ouders. Dat zijn in hoofdzaken jongeren die nog naar de middelbare school gaan, hoger onderwijs volgen enzovoort, die al mantelzorg erbij pakken. Met redelijk grote effecten, want de meesten hebben een jeugd waarin dat ze dingen opstarten en dingen beginnen. Dus erkent dat allemaal. Want nu zeggen we, als de vraag niet groot is, gebeurt het door vrijwilligerswerk. In Nederland hebben ze de zorg afgebouwd. Mijn zusterpartij heeft er de verkiezingen op verloren, op een afbouw van de zorg. Wat is het fenomeen? Dat het vrijwilligerswerk in verenigingen in Nederland is gekelderd en het vrijwilligerswerk in de zorg is verdubbeld. Uit pure noodzaak. Omdat er geen aanbod niet meer is. Vraag 9, we zijn er bijna. Ik weet, ja, ik kan maar een klein beetje over tijd gaan, maar er zijn er nog een paar aan het luisteren, dus het valt nog mee. Welke profiteurs? Ik heb er daar straks naar verwezen. We hebben het profitariaat, of dat dan nu op café is of op tv, het profitariaat beheerst veel van de discussies over de sociale zekerheid. Daar ben ik hoopvol, omdat de werkgevers zelf meer en meer beginnen te zeggen van dat gaat niet meer. Mensen zijn aan het uitvallen, we zijn zelf aan het kijken naar systemen om ze te organiseren, dat ze kunnen voortdoen en hun werk met hun gezin combineren enzovoort. Maar ik heb er daar straks naar verwezen, chronisch ziek, burn-out, langdurig arbeidsongeschikt, arbeidsinvalide. De voorbije 5 jaar is de stijging van mensen die arbeidsongeschikt zijn onder de 40 jaar enorm. Op elke leeftijdscategorie. 20 jaar, 25 jaar, 30 jaar, 35 jaar. Enorm. Wat is er gebeurd de voorbije 5 jaar? Het antwoord is, ik weet het niet. Er is geen reden om te verklaren dat van mensen die lange tijd uitvallen onder de 40 jaar, dat te maken heeft met burn-outs en anderen. Eigenlijk is er geen aantoonbare reden. Maar het is wel gebeurd. En het zou eigenlijk een grote zorg moeten zijn van iedereen. En ik geloof geen moment dat een beleid dat zegt, we gaan
geld investeren om langdurig zieken aan het werk te zetten, dat dat het perspectief is. Ik zou willen een beleid zien dat vermijdt dat mensen langdurig in de ziekte gaan. Want de statistieken op vandaag zijn niet meer normaal op dat vlak. Dus die aantallen blijven toenemen. En eigenlijk, als we daar geloven dat we dat kunnen vermijden, dat we dat kunnen terugdraaien, dat vergt ook een beetje een geloof dat het financieringsvraagstuk dat we hebben veel kleiner zou worden als we dit kunnen oplossen. En daar ben ik zeer sterk van overtuigd. Als we dit zouden kunnen terug oplossen. En dan zitten we in de discussie van werkbaar werk. Ja, die staan nog in zijn kinderschoenen, hè? Maar ze gaan elke jaar moeten gevoerd worden. En de flexibiliteit waar ik daar straks van sprak, ze gaat van twee kanten moeten komen. Ik blijf zeer sterk voor collectieve arbeidsovereenkomst, omdat de flexibiliteit van de werknemers anders nooit gaat ingevuld geraken. En waar dat ze dat wel doen, is dat een succes. De haven van Antwerpen bijvoorbeeld, bij de grootste bedrijven, hebben daar een groter aanbod van flexibiliteit naar de werknemers dan in andere bedrijven. Je kunt dat niet overal, hè. De band in Duiken is moeilijk om te zeggen, kom wanneer dat je wilt. Want pak er iemand tussen en heb geen airco, hè. Maar je kunt dat wel in veel jobs. Het is niet altijd even belangrijk of dat je te zien is, morgens of te negen begint. En of je middag weg bent of niet. En dus dit gaat echt een elementair debat worden voor de lange termijn duur. De houdbaarheid van de financiering van het systeem. Omdat de statistieken daar allemaal allang tilt zijn gestaan. Allang tilt zijn gestaan. En daar heb ik heel veel moeite met het neoliberaal discours rond. Ik heb dan als afsluiter de slotvraag. Weet je, ik ben een economist. De prof zei dat ik gedoctoreerd ben. Economisten hebben het niet moeilijk om te doctoreren. Economie is boemcentrum. Het nationaal inkomen van een land bestaat uit kapitaalinkomen en arbeidsinkomen. Voilà, twee soorten. Dat is een cursus van 4 maanden. Alleen. En daar laat ik u subiet mee als slotvraag. Als we gaan blijven de sociale zekerheid financieren op het arbeidsinkomen en op belastingen en lasten op het arbeidsinkomen, gaat dat niet gaan. Dat staat in die nota van die expertencommissie. Maar het gebeurt niet. Als we niet gaan kapitaalinkomen meepakken als belastbare basis om sociale zekerheid te financieren, gaat dat niet gaan. Ik pleit keihard voor de verlaging van de belastingen op werken. Ze mogen zeggen dat ze willen, dan vermogensinkomsten zijn al veel belast en wat weet ik allemaal. Absoluut niet, hè. Arbeid is nog altijd het meest belast. Consumptie daarna. We hebben ongeveer 120 miljard belastingsinkomsten per jaar op dit moment, een beetje meer. En het 70 miljard daarvan wordt betaald door de werkenden. Ofwel op loon, ofwel op de consumptie. Het kapitaalinkomen is vele keren groter dan het arbeidsinkomen. En toch worden de meeste belastingen op het werk gegeven. Dat is iets dat we gaan moeten veranderen. En daar ben ik heel duidelijk in. Ik weet dat dat ideologisch voor sommigen een ramp is. Hè. Sommigen willen een vlaktax. Het is allemaal goed en wel. Maar dit, hè. Het rare is dat degenen die die vlaktax willen, die schrijven programma's waarin dat ze zeggen we moeten investeren in onderwijs, we moeten investeren in zorg, we moeten investeren in politie, we moeten investeren in betere wegen en we moeten investeren in infrastructuur en we moeten het maar wel in een vlaktax. Ja, bestaat dat soort ideologie. Ik denk dat het niet werkt. Ik denk dat we een alternatief nodig hebben, omdat die discussie die nu al een paar jaar neergelegd is, dat kapitaalinkomen en arbeidsinkomen, de twee vormen, veel gelijker belast moeten worden. Wij zitten met een simpel voorstel dat ook lastig is voor de gebruiker. Een euro is een euro. Maakt niet uit wat uw inkomen is, tel het op. De eerste 1000 euro in de maand belastingvrij en alles daarboven progressief belast. En geen belastingaangifte meer. Laat de overheid zelf een voorstel doen van belasting die moet betaald worden. Als je akkoord zit met de staat, betaalde die belastingen zijn de controle vrij. De staat heeft toch alle gegevens. Pakt de administratie weg bij de mensen en de complexiteit weg bij de mensen. En verlaagt de belastingen op werken naar minstens 10%. Waarom kan ik dat voorstellen? Omdat ik weet dat als je dat doet, een euro is een euro. En de discussie van de meerwaardebelasting, hè, dan gaan we netto iets meer belastingen in. Maar 10% minder op werk. Dat is een alternatief. Dat betekent iets tot vandaag. Voilà, we zijn er door. Sorry dat ik een klein beetje te lang heb gebabbeld, maar ik denk dat betaalbaarheid een keuze is. De notie onbetaalbaar is relatief en is virtueel, zoals dat iemand hier zei. Maar ze moet wel dringend gemaakt worden. We gaan moeten zeggen in de volgende verkiezingen, dit is wat dat we
doenbaar zien om uit te geven aan de sociale zekerheid voor de komende 40 jaar. We kunnen dat perfect. Het beleid in functie van financiering, preventie en productiviteit. Financiering, dat was mijn slotvraag, kapitaal en arbeid. Preventie, geloof ik zeer sterk in, dat we veel uitgaven nog kunnen vermijden door zeer vroeg preventie te doen, maar ook in het aanbod bij de wijkgezondheidscentra en de productiviteit, de cruciale parameter of dat het gaat lukken of niet. Gaan we genoeg productiviteit in onze economie behouden om het systeem financierbaar te houden? Als dat mislukt, gaan we de uitgaven moeten verminderen. En in die zin, parafiscaliteit, zorgbeleid en economie zijn de drie grote debatten voor de komende verkiezingen, vind ik. En daarmee ga ik u laten. Het is nu aan jullie. Merci om te luisteren.